Hoi, ik ben Esmee, creatief adviseur bij de lijstenfabriek. Heb jij een mooi canvasdoek en vraag je jezelf af hoe je gemakkelijk de maat van je lijst bepaalt? Ik leg het je graag even uit. Je hebt hiervoor nodig een liniaal of een rolmaat. Je begint met een schone en vlakke ondergrond. Hierna plaats je het canvas op de ondergrond. Je begint met het opmeten van je dikte van je canvas. Dit is belangrijk voor wanneer je de lijst gaat uitzoeken. In dit geval is de dikte 2 cm. Neem nu eerst de kortste zijde op en noteer deze maat tot 1 cijfer achter de komma. In dit geval is dat 30,0 cm. Daarna meet je de langste zijde op en deze maat noteer je ook. In dit geval is dat 30,0 cm. Omdat het in dit geval een vierkant canvas is, maakt het natuurlijk niet uit welke maat je als eerste opmeet. Je kunt nu op onze website een selectie maken van alle lijsten die aan dit formaat voldoen. Je gaat hiervoor naar het kopje baklijsten en klikt daarop. Daarna ga je naar het filter en klikt de juiste maat aan, in dit geval 30x30 cm. Alle lijsten die aan dit formaat voldoen verschijnen nu op je beeldscherm. Je kunt hieruit een keuze maken. Mocht je een doek hebben dat dikker is dan 2 cm, kies dan voor de Premium 3D baklijst. Deze lijst is geschikt voor een doek tot 4 cm dik. Wanneer je een keuze hebt gemaakt, zul je zien dat het formaat al goed voor je is ingevuld. Wij raden het aan om de kabelset en de canvas montageset mee te bestellen, zodat je alle benodigdheden al gelijk in huis hebt. Hierna kan je de lijst toevoegen aan de winkelwagen en gemakkelijk bestellen en betalen. Mocht het formaat dat je nodig hebt hier niet tussen staan, dan heb je wellicht een maatwerk nodig. Bijna alle lijsten worden op elk gewenst formaat gemaakt. Je kan hiervoor contact met ons opnemen per WhatsApp of e-mail. Of bekijk onze andere video's met uitleg hoe je een maatwerklijst bestelt. Ik hoop dat het zo duidelijk is hoe je de maat van je lijst bepaalt. Heb je nog meer vragen? Neem dan contact met ons op. Of kijk onze andere video's. Alvast veel plezier van je inlijsting en tot ziens.